Hoog bezoek in Heerlen. De president van Italië, Sergio Mattarella, sloot zijn staatsbezoek af met een bezoek aan het Thermemuseum. Hij werd daar ontvangen door een groep basisschoolkinderen met Italiaanse vlaggetjes, het team van het Thermemuseum zelf en het bestuur van de gemeente. Ja, het is sowieso een hele happening, want er gebeurt van alles. Opeens heel veel mensen hier rondom het gebouw. Maar bovenal fantastisch om te zien dat de president en zijn dochter die hier waren, dat die diep onder de indruk waren van de kwaliteit van het badhuis en de manier waarop we hier het verhaal van Romeinse Heerlen vertellen. Betekent het veel voor het Thermemuseum om zo'n hoog bezoek te krijgen? Ja, het betekent echt heel erg veel. Wij hebben de afgelopen jaren enorm veel eraan gedaan om het badhuis veel mooier neer te zetten dan dat het was. En we hebben daarmee een stuk erkenning gekregen van de ambassadeur, maar vooral nu ook van de president, die ook aangeeft van ja, wat hier ligt is gewoon fantastisch. Nu is Heerlen natuurlijk ook een beetje bezig, hè, met dat Romeins verleden. Het is wel leuk om die Italiaanse band, hè, dat die band tussen die twee landen toch zo aan te halen, of niet? Ja, dat is een hele mooie bijkomstigheid, zou ik zeggen. Heerlen is natuurlijk al de meest Romeinse stad van Nederland. We hebben hier het best bewaarde Romeinse monument van Nederland. En we werken op dit moment keihard aan de komst van een nieuw museum op deze plek, waar we dat badhuis in al zijn glorie kunnen laten zien en waar we ook het verhaal van Romeins Zuid-Limburg kunnen vertellen. En ja, als dan de president van Italië hier komt en die ambitie eigenlijk met zijn bezoek nog eens onderstreept, dan is dat volgens mij een hele mooie aanbeveling. En een aanbeveling die ook erg aansluit bij het gevoel dat ik in de stad heb, dat steeds meer Heerlenaren ook trots zijn op dit unieke monument. Het is natuurlijk mooi. Het zijn ruïnes die door zijn eigen voorouders gemaakt zijn ooit, hè? Ja, absoluut, hè. Het is door Romeinen gebouwd. Het is altijd bewaard gebleven, eerst onder de grond en nu in het museum. En ja, we laten het zien op een manier zodat iedereen kan snappen wat hij ziet en ook zich kan inleven in de Romeinse wereld. Heeft u een beetje meegekregen van wat hij zei toen hij de rondleiding kreeg? Nou, ik ken helaas geen Italiaans, dus ik ga dat nog horen van mijn collega die de rondleiding gedaan heeft, want zij spreekt vloeiend Italiaans. Maar wat ik in ieder geval al begrepen heb, is dat hij zeer onder de indruk was. Succesvolle dag dus. Heel succesvol, absoluut. Dankjewel. Thank you.